een gildebroeder van het eeuwenoude Sint-Anna-gilde uit Nuenen, Hans Steinman, ging op zondag 29 augustus verhuizen. Iedereen werd verwelkomd met een speciaal gildeborreltje. Daarna vertrok op de platte wagen Hans met zijn huisraad naar Hof van Wijk, vergezeld door de mede-gildbroeders. De koning met de koningsgilde en de kaptein met de piek voorop en begeleid door tamboerijnen en vaandel. Het vaandel is door Jo Klomp gerestaureerd.